Op 15 augustus 1945 kwam er door de capitulatie van Japan een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Hier, bij het Indisch Monument in Den Haag, worden elk jaar de slachtoffers herdacht van deze oorlog. Als dochter van een krijgsgevangene uit deze oorlog draag ik ook altijd deze kleine melatti als herdenking. Het thema van 2017 is verhalen over het leven. Dat is een bijzonder thema, want de meeste Indische Nederlanders konden niet praten over die periode. Wij van Midvliet TV gaan zo direct naar het museum, naar de tentoonstelling Terugblik op de Jappentijd van Trees Ruis. Zij is schilderes en heeft die periode uit haar leven weergegeven met een aantal schilderijen. Daarbij heeft zij verschillende technieken gebruikt. Frits van Rijn, conservator van het museum. Bij het museum denk ik aan onderwijs. Deze tentoonstelling verwacht ik dan niet. Hoe zit het? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Het museum is natuurlijk heel breed. Het vertelt allerlei verhalen over onze aarde. We hebben een nieuwe tentoonstelling, One Planet. Geeft al heel goed weer dat we al die aspecten rond onze aarde belichten. En dit is natuurlijk één van. Dit is onze geschiedenis en een deel van onze geschiedenis. Een hele bijzondere collectie. Het museum heeft heel veel collecties. We hebben zo'n 280.000 voorwerpen. Het museum heeft het trouwens niet. Hè. Het is voor de gemeente Den Haag dat we het beheren, voor de gemeenschap. En het is zeg maar, landelijk, maar ook internationaal, heel bekende en grote collectie. Het is namelijk dé grootste collectie tekeningen en voorwerpen uit de Japanse interneringskampen die we in Nederland hebben. Het vertelt eigenlijk het verhaal niet alleen maar vanuit de kampen, wat het dagelijks leven was. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog, Zuidoost-Azië, Japan heeft bezet. De mensen worden in kampen ondergebracht, militaire en krijgsgevangenkampen. Daarna gaan ze naar... Worden ze in dwangarbeid overgebracht. De vrouwen en de mannen werden gescheiden van elkaar. Dan buitenkampers willen we ook toelichten. De buitenkampers zijn bijvoorbeeld de Indonesische vrouwen die met hun kinderen achterbleven terwijl een man in het kamp inging. Dan willen we ook proberen te belichten van hoe dat nou ging na het einde van die oorlog. Er was geen bevrijding. Er was een onafhankelijkheidsstrijd die kwam, de Bersiap. Kwam vlak daarna, het was echt uit. De kampen werden aangevallen. De repatriëring daarna. Maar we vinden echt nodig dat zoiets zo verteld wordt en dat dat hier verteld wordt. Trees Ruis heeft werken gemaakt na de oorlog. De meeste voorwerpen en tekeningen zijn uit de kampen zelf in de periode. Maar zij, Trees Ruis, heeft ja, er eigenlijk wel op gestaan samen met Maaike Vonk, haar dochter. En door bemiddeling ook van Palita, die eigenlijk de werken in beheer had. Om het naar het museum te brengen, omdat wij veel makkelijker en vaker zo'n verhaal konden vertellen. En dat doen we dus bij deze, rond 15 augustus. En wat zo bijzonder was, dat zij heeft in de kampen gezeten. Ze wilde dat verhaal altijd al vertellen. Dan kreeg je dus het drukke werkzame leven, waardoor zo'n verhaal enigszins op de achtergrond komt. Maar in 1984 zat ze bij de VND... een lineaaltje met de vlag van Japan erop. En dat triggerde dat zij dat verhaal toch door moest geven. En dat niet zomaar. Ik bedoel, je ziet heel, heel sterk in haar werk. En dat is niet zozeer, dit is een van de vroegere werken. Dit is meer ingehouden werk. Maar in haar andere werken zie je echt dat ze daar heel gepassioneerd mee bezig is. Maar toch heel erg sterke vormen neerzet. Waardoor het verhaal heel indringend naar voren komt. Ja, in deze ruimte hebben we verschillende objecten in vitrines geplaatst. En die objecten die, zijn gerelateerd aan alle werken die je van hier van Trees Ruis ziet. Sommige komen uit de kampen, zoals hier Karin Panas, Semarang, daar heeft Trees Ruis gezeten. Zeker in de vrouwenkampen wordt er vooral veel handarbeid gedaan. Ja. Dus vooral borduurwerk, kleine werkjes, en die vind je hier ook terug. En die hebben allemaal ook een symboliek. En een hele mooie vind ik altijd deze kous. Die is in dit geval natuurlijk heel mooi in de kleuren van de Nederlandse vlag en van het Koningshuis. Maar dat is een sok die niet af is. En we kennen natuurlijk die uitdrukking, die sok is nog niet af. Want die kous is nog niet af eigenlijk. En dat is in dit geval is dat symbool, het is een broche. Van, we hebben nog wel een appeltje met jullie te schillen. We zijn nog niet klaar met jullie. Nou verder, dat is ook meer de symbool. Vind je een samurai zwaard. Je vindt een holster. De vlag natuurlijk van Japan. En dat is hier ook, keselier matrasjes die gemaakt werden in de kamp. Maar en dat vind ik ook een hele bijzondere eigenlijk, deze pet. Dat is van Koos van Houten. En die heeft eigenlijk de atoombom op Nagasaki overleefd. Hij werkte als dwangarbeider in de havens.
En die pet moest hij altijd op hebben. Als je die pet niet op had, kreeg je straf ook. En er zitten fallout, zoals verteld door de nazaten van hem, van de atoombom op. Ja. Dus hij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt als mijn vader. Ja, je hebt het verteld inderdaad. Het is echt bizar dat dat dan zo samenkomt. Want als we hier naar kijken bijvoorbeeld, vind ik ook heel, heel sterk. Omdat dit zijn kamikaze piloten, vandaar de vliegtuigen hebben gezichten. En hier is Pearl Harbor, wat in ieder geval een oorlogsschip wat gebombardeerd wordt. Het is Pearl Harbor, dat staat er ook voor Amerikaanse vlag. Dus dat triggert natuurlijk uiteindelijk ook de oorlog in de archipel. Ze was ook kritisch, want in januari van 1942 werd een Nederlands schip gebombardeerd door een Japans vliegtuig. De Nederlanders weten zich te redden, maar er waren Duitse krijgsgevangenen in. En die lieten ze gewoon verdrinken. Nou, dit is, want je ziet eigenlijk een aantal mensen, die heel erg, allemaal vrouwen, heel dicht op elkaar. En het dus zit helemaal ontwikkeld. Dat stelt dus eigenlijk het prikkeldraad voor, of waar ze allemaal in zitten. Er is geen privéleven. Het is daar warm in Karang Panas. Dus een vrouw kan bij zijn maan. En dat is wat ze hiermee de benauwdheid van dat. En daar moet je nog een aantal jaren mee, hè, op die manier. Kommetje rijst van de Jap. Nou, dat is normaal gesproken zou je denken van, nou ja. Een paar mensen dragen een overleden meneer naar zijn laatste rustplaats. En dan is het symbool een rijstkom gevuld. En dat is dan het ceremonie. Maar je moet weten dat in de kampen was natuurlijk schaarste aan alles. En vooral aan voedsel. En dan staat hij ook gekrepeerd van de honger. En dan, ze begrepen dat niet. Gewoon waarom zo'n vol rijstkommetje, dat wordt weggedragen, dat gaat er niet meer in. Als je helemaal niks hebt. Ja. Nou, dit is ook heel persoonlijk. Natuurlijk, alle werken zijn heel persoonlijk van Fortress Ruis. Maar hier staat haar vader. Oh, daar staat zelfs een nummer bij. Ja, krijg je een nummer. En in dit geval is het nummer 62.000. Hij heeft het overleefd. En waar hebben we het over? Dat is het werk aan de Burma Spoorweg. Hier zie je al die kruisjes. En onder andere, elke dwarslegger lagen wel doden. En dit geeft aan het kamp waar je zat. Zoveel kilometer, en had je een kamp en dat heette dan zo. Ja, dat is natuurlijk een hele bizarre tekening misschien. Maar ik vind hem heel beeldend. Ja. Dit zijn eigenlijk allemaal ongedierte. Je zit allemaal naast elkaar. Het zijn duidelijk vrouwen. Zitten allemaal naast elkaar en er staat hier kakker. En dat betekent dat je dus eigenlijk gezamenlijk eigenlijk alles doet. Ook dit doe je gezamenlijk. Er is nul privacy. Nou, hier hoef ik nauwelijks iets bij te zeggen. Het is de atoombom. Die valt 6 augustus 1945 op Hiroshima. En je ziet hier eigenlijk dat iedereen heel blij is met de atoombom. Ja. Wat natuurlijk voor de Japanners even een ander verhaal is, maar dat zagen zij als, nou ja, dan is het daar kon raken. Vrij. Ja, deze vind ik ook heel bijzonder, omdat dit een verhaal eigenlijk belicht wat veel mensen eigenlijk niet weten. Het gaat over, nou ja, hier staat het ook, de trouwste onderdanen van Hare Majesteit, de militairen, de Ammonese militairen. Militairen mochten gewoon uit het leger en als ze maar trouw zouden zijn aan de Japanse overheid. Nou, dat wilden ze niet, ze waren trouw aan een ander. En dan zie je aan alle vlaggetjes en dergelijke. Dus dat is Nederland, het Koningshuis. Nou ja, je ziet duidelijk wat ermee gebeurt. En één ding wat we dus, dat niet uit de kampen komt, dat is dit grote masker. Dit masker, dat is natuurlijk het kwaad. Dat is een demonenmasker. En dat vind je daar terug bijvoorbeeld. En dat heeft te maken met de Bersiap. Dus denk je 15 augustus, einde van de oorlog. Nou, dat was zeker niet voorbij. Want daarna krijg je dus inderdaad de Bersiap, de onafhankelijkheidsstrijd. En je had de jongeren. Die hadden hun nagels lieten ze groeien. Hun haar lieten ze groeien. En ze zouden dat laten groeien totdat alle blanken weg waren. En ze vielen de kampen aan. En dan krijg je het rare situatie dat de Japanse bewakers hun beschermers werden. Mijn moeder die zei altijd, de Bersiap-tijd was eigenlijk nog veel enger dan de oorlogstijd. Want je wist niet wie je vijand was. Ja. Je hebt transporten uit de kampen naar de havens. De één bekende is bijvoorbeeld transport in Singapore. En dat is aangevallen en dat is dat werk. En daar liggen mensen in het rode water van de Brantas rivier.
en in Surabaya. En dat hele konvooi is eigenlijk afgeslacht. En dan uiteindelijk komen we neer op de repatriëring inderdaad. Van Therese Ruys ging, veel mensen gingen in 1946. Dan gaan ze vaak naar Kandy op Ceylon, nu Sri Lanka. Ja. Dat is een kamp. Van daaruit gingen ze via het Suezkanaal. En eerst kregen ze, zeker als het winter werd, op Attica kregen ze kleding. Ja, dit vertegenwoordigt eigenlijk haar gevoel bij ik kom in Nederland. En het gaat over, je ziet hier in Nederland is een feest. Er is bevrijding, Duitse bezetter is weg. En dat feest heeft zij natuurlijk nooit meegemaakt, want er was geen bevrijding in die zin. Ze werd gerepatrieerd en ze wilde graag haar verhaal vertellen. Maar je ziet ook in dit schilderij, Java, waar is dat? En dat geeft gewoon weer van, er was geen beeld bij van wat daar allemaal gebeurde. Hier zie je Hirohito op staatsbezoek en Juliana. En dat is natuurlijk heel veel kwaad bloed, want hoewel de Amerikanen het hand boven het hoofd gehouden van de keizer, had hij wel degelijk contacten mee. Uit de Tokio-processen komt dat duidelijk naar voren, heeft hij ook die oorlog gesteund. En haar zie je in zo'n houding van nederigheid, en dat, daar was zoveel kwaad bij. En je ziet ook op die Joodse hoofd hier. En daarmee eindigt ze haar verhaal, en het was ook echt bedoeld om dat te laten zien aan iedereen. Om daar bekendheid aan te geven. Ja, er is ook nog een ander verhaal. Ja, er is ook nog een ander verhaal. En ook gewoon überhaupt bekendheid wat we nu allemaal doorgezien hebben. Van vertel dat verhaal mag niet verdwijnen. En ik zei al, de derde generatie heeft er absoluut belangstelling voor. Frits, ik vind het een hele mooie tentoonstelling. Ik vind hem heel indringend. Mm-hmm. Eigenlijk moeten heel veel mensen dit zien. Ja, zeker. Ja. Tot wanneer kunnen we hier deze tentoonstelling zien? Iedereen kan hier terecht tot 29 oktober.